We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldt tot en met morgen 2 september. Gedurende de nacht blijft het overwegend droog. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel, mogelijk mist. Morgen 2 september is er in de middag lokaal kans op een enkele bui. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 2 september de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur.